Ik zit al iets van een 21 jaar werk ik voor erfgoed, waarvan iets van 11 jaar hier bij de gemeente Arnhem. Maar zulke soort hele bijzondere dingen als wat we hier nu tegenkomen. Zelfs voor mij is dit nog prachtig om zulke soort dingen nog te ontdekken in je eigen stad. We hebben hier in Arnhem eigenlijk deze defensiehaven. En die defensiehaven met alle gebouwen die daar nog bij horen, die zijn hier bijna intact. Het is in een hele goede staat, hè? Dus ik denk dat de genie nog wel moeite heeft gehad om zoiets weg te krijgen. Hè? Dus het is zelfs niet weg te denken, als je dat überhaupt al zou willen. Maar ik denk dat het echt een heel schaars goed is dat je in Nederland nog zo'n complex, hè? Want het is echt een complex, het is niet alleen maar één gebouwtje wat er staat, een compleet complex wat nog helemaal beleefbaar is dat je dat hebt. En eigenlijk is het ontzettend aantrekkelijk dat je als stad zoveel cultuurhistorie hebt en dat ook gewoon beleefbaar kunt maken en toegankelijk maakt. Ja, om echt te begrijpen waarom dit zo waardevol is, moeten we eigenlijk terug in de geschiedenis. Zonder een schot te lossen had de Sovjet-Unie zijn eerste voorposten bezet op weg naar het westen. In 1948 was Tsjechoslowakije aan de beurt. Onder de dreiging van het naderend onweer uit het oosten kwamen de westelijke landen tot het besef dat zij alleen gemeenschappelijk het gevaar konden bezweren. Nou ja, je kan de Koude Oorlog bovenal ook zien als een spel van percepties. Percepties wil zeggen ja, wat je van de ander denkt. Wat dacht de NAVO dat de Sovjet-Unie van plan waren te doen richting het Westen? En wat konden zij, waartoe waren zij in staat? Op dat moment was Stalin de leider. Ja, die ging het in eerste instantie wel vooral om het veiligstellen van de Sovjet-Unie. En die was echt alleen op de Sovjet-Unie gericht. Was eigenlijk helemaal niet op expansie gericht. Maar ja, dat werd in het Westen natuurlijk heel anders ervaren. Want ja, ze kwamen wel dichterbij. Ja, waar zou het stoppen? Onder het opperbevel van generaal Eisenhower bouwen de landen van het Atlantisch Pact een strijdmacht op die sterk genoeg zal zijn om een verdere opmars van de dictatuur te voorkomen. Dat betekent dat we de middelen die wij mede door de hulp van onze pactgenoten bezitten, moeten verdelen tussen kanonnen en margarine. Nou, zoals waarschijnlijk wel iedereen weet, is meteen na de oorlog zijn de meeste Nederlandse militairen zo snel mogelijk naar Indonesië gestuurd. Alles ging daar naartoe. In Nederland dus in feite was onverdedigd. In Nederlands-Indië bleef de oorlog eigenlijk langer doorgaan dan eigenlijk iedereen verwacht had. En ondertussen werd de Russische dreiging steeds groter. Met name dan op een gegeven moment in NAVO-verband werd gezegd van ja, nu moeten we als de bliksem heel snel onze defensieuitgaven drastisch verhogen. Had Nederland niks. Ook vanuit dat perspectief werd er binnen de NAVO gezegd, of beter de militaire leiding van de NAVO zei, dat de verdedigingslinie, dat wordt de Rijn. Maar toen zei de toenmalige minister Staf, zei van ja, dat kan ik niet aan mijn bevolking verkopen, want dan zou eigenlijk het grootste deel van Nederland zouden meteen opgegeven worden. Waarom zouden wij dan nog gelden voor defensie besteden? Dus van dat, toen is ook dat ja, gedacht om die lijn dus de Rijn en dan de IJssel er ook bij te pakken. Dat sloot ook aan bij ideeën die al leefden binnen de generale staf van de landmacht. En ja, die waren bezig met het idee om de IJssel daar een grote waterlinie van te maken.
Daarom besloot Nederland het volle gewicht te dragen van het aandeel dat het moet leveren in het Atlantische leger dat onder bevel werd gesteld van generaal Eisenhower, omdat we er niet voor voelen naar andermans pijpen te dansen. De IJssellinie is eigenlijk een hele brede waterlinie. Die zou ontstaan door het inschuiven van caissons in de Waal bij Nijmegen en in de Nederrijn hier bij Arnhem. En eventueel ook nog bij Olst, Deventer in de IJssel. Op die manier zou het water vanzelf naar het noorden geleid worden, waardoor naar de IJssel dus. En daar zouden dan met allerlei ingewikkelde constructies de landerijen ernaast ook onder water worden gezet. En zodoende zou er een hele brede waterlinie ontstaan vanaf Zwolle, zeg maar Kampen, tot Nijmegen, Westervoort. Dus we zijn een coöperatie van 200 erfgoedinstellingen in Gelderland, van musea, archieven, historische verenigingen, monumenten. En wij, het bureau van die coöperatie, zit dus hier op de Westervoortse dijk. En wij adviseren onze leden bij vragen die zij hebben, bijvoorbeeld over oral history. Nou ja, de gemeente Arnhem die kwam met de plannen voor het uitbaggen van de haven. En dat ze dachten van, ja, wat moeten wij daar nou verder mee doen? Want het uitbaggen is belangrijk, maar wij willen ook graag dat de inwoners van Arnhem weten wat wij daaraan doen zijn en waarom het belangrijk is dat dat gedaan wordt. Dus toen kwam al heel snel oral history te sprake, dus het vastleggen van persoonlijke verhalen van mensen die daar echt gewerkt hebben en die het echt gezien hebben, zelf hebben meegemaakt. En toen zijn we eigenlijk begonnen. Zijn we bij samen met Defensie hebben we een oproep geplaatst om te kijken van wie heeft daar nog herinneringen aan. En bij die mensen zijn we langs geweest. Dus dat zijn wat officieren zitten erbij, genisten, maar bijvoorbeeld ook gewoon burgers die met de pleziervaart langs de haven zijn gevaren en een glimp hebben opgevangen van dat, ja, dat hele geheime gebeuren wat er toen heerste. Je hebt eigenlijk nooit genoeg verhalen. Hoe meer verhalen je hebt, hoe een breder beeld je hebt van de Defensiehaven. Dus als er nu mensen zijn die zeggen, hey, ik heb ook nog herinneringen, dan horen we die natuurlijk ook graag. Want dat is ook gewoon onderdeel van het verhaal van de Defensiehaven. Al die verhalen samen, één verhaal is eigenlijk geen verhaal. Maar doordat je en het perspectief hebt van die burger en van de militair die er gewerkt heeft, heb je gewoon echt een heel goed beeld van wat er gebeurd is. Kunt u eens de sfeer in zo'n bunker omschrijven? Hoe ziet het eruit? Wat voor geuren zijn er? Hoe vond u het om daar te zitten? Weet je hoe lang het geleden is? Ja. Nee. Je voelt je heel belangrijk en heel, ja, het was heel spannend, wel. Je sliep er ook in die bunker. Ja, dat leefde wel. Dat leefde wel. Dus je ging die oefeningen ook wel heel serieus doen, omdat je wist, we moesten er wel voor zorgen dat ze in ieder geval niet over de IJssel konden komen, mochten ze de moed hebben om via Duitsland Nederland binnen te vallen. Dat leefde wel heel serieus in die tijd. Nou, ik zou nog wel een keertje in de bunker willen kijken waar ik dus vele nachten in rond heb doorgebracht. En die bunker zal er nog wel zijn, neem ik aan. Ja, nou, niet mogelijk. Ik was toen 23, ik ben nu 83, dus 60 jaar geleden. Hier stond het bureau. En van hieruit deed ik dus de coördinatie met alle onderdelen die met invaren bezig waren. En wat er allemaal bij hoorde. Hij die de geschiedenis niet kent, is gedoemd om weder te beleven. Dat willen we toch niet, hè? Ik denk als jij geen verhaal meer kunt vertellen aan het nageslacht, van dit is toen en toen gebeurd. Op het moment dat je dat verhaal niet meer kunt vertellen, is je kennis is weg en dan weet niemand meer wat. De Universiteit van Delft, samen met het Waterloopkundig Laboratorium, zijn er testen gedaan. Zou het plan gewerkt hebben? Het is gewerkt. Moet je voorstellen, 52, dus geen computers, geen toestanden, allemaal gewoon houtje-toutje werk.
Het heeft gewerkt. Het zou gewerkt hebben. Het leidt toe dat het niet gedaan is. Dan moet je je voorstellen wat er met steden als Doesburg, Zutphen, Deventer gebeurde. Ja, als je door zo'n oude stad gaat stromen, zo'n onderwaterzetting, inundatie, dan gaan die huizen die gaan naar de knoppen. En dat zijn wel prachtige juweeltjes die daar allemaal staan. Maar ja, gelukkig dat niet gebeurd is. Ja, ik denk 10, 15 kilometer diep van de IJssel komt blank te staan. En daar wonen 400.000 burgers, die wonen daar, en die krijgen die watermassa op hun nek. Ja. Dus die gaan vluchten in de richting van de vijand. En als je dat moet doen, dan word je weggevaagd. Dus dat was een enorm probleem, strategisch probleem, wat nooit in de openbaarheid is gekomen als zodanig, want het was een verschrikkelijke gedachte. En die geheimhouding die was zodanig dat alleen de burgemeester van de gemeentes, die wist iets van de evacuatieplannen, want er moesten 400.000 man moesten geëvacueerd worden. We gaan er maar aanstaan, we moeten naartoe met die mensen. Het zou een ramp geworden zijn. Nou ja, kijk, als je die rivieren gaat afsluiten, dat water stijgt. In de dijken hadden ze doorlaten gemaakt. En je hebt dan een strook van Duitsland tot het IJsselmeer van 5 tot 10 kilometer die onder water komt te staan. Dus de hele infrastructuur gaat naar de bliksem. Een groot deel van Deventer zou onder water komen, een behoorlijk deel. Zwolle geloof ik nog meer, Kampen ook. Zutphen, nou ja, noem maar Arnhem is een deel, Nijmegen is een deel. En alle kleine plaatsjes die er in de polder liggen. Het gaat allemaal naar de bliksem. Bij Nijmegen heb je een centrale, toen ook. Die zou zonder water komen, zonder koelwater. De rivieren zouden droog komen staan. Je kon niet meer met schepen over de rivieren. Het zoute water zou van zee de rivieren inkomen. Ook bij Rotterdam en Zeeland en noem maar op. Ja, dat zou een ramp geweest zijn. Ik heb ook met die jongens daar op het object aan, en hadden wij ook een beveiligingsfunctie. Want als er schepen voorbij kwamen, moesten wij goed kijken of er niet gefotografeerd werd. Maar ja, dat deden ze nou toch en dat zagen wij. En dan gingen we daarop af met onze buitenbonden. Ja. Ja. En dan werd de rolletjes ingenomen, ja. Ja. Als je er klaar voor bent. Ja, ik ben wel. Als ik zometeen nog een keer tussendoor een beetje koffie kan drinken. Zeker. Dan ben ik er weer klaar voor. Nou, wij hebben ons er nooit iets van aangetrokken. We wisten dat helemaal niet. Dat, tja, je wist er van vroeger als je als kind zijnde naar de Westerbouw. Die gingen met de boten, die kwamen er langs. En dan werd er gezegd dat je geen foto's mocht maken op dat moment. En dat was alles wat je ervan wist. Want in Arnhem en zo, in omstreken, die wisten helemaal, die wisten er niks van. Nee, niet. Daar werd mij ook nooit verteld wat ze gingen doen. Ze zeiden, het cachon moet ingevaren worden. Nou, dan wist ik dat het cachon ingevaren moest worden, maar dat systeem, daar mocht ik niks van weten. Dit is dat gesticht daarachter, hè. Maar dit heb ik nooit gezien. Het gekke is dat kennelijk bij een hele hoop mensen wel, een hele hoop mensen het wel gezien hebben, maar er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan hebben. Want je kon het makkelijk zien natuurlijk, je zag al die bunkers en je zag die havenhoofden. Maar op de een of andere manier was er in die tijd kennelijk niet zo'n belangstelling voor dit soort zaken. Want die defensiedijk, die dus van Arnhem naar Nijmegen aangelegd werd, is bij een heleboel mensen ook nooit opgevallen als zijnde dat het een onderdeel was van de verdedigingswerken. Men vond het heel normaal dat daar een dijk lag, kennelijk. Waar was die voor? Die was ervoor om het water
dat binnenkwam bij Westervoort, daar had je een inlaatgat. Hè? Dat water, dat kwam hoger en hoger, maar dat mocht niet de Betuwe overstromen. Alleen een stuk van de Achterhoek mocht geïnundeerd worden, maar niet de Betuwe. Dus heeft men een hoge dijk gebouwd. Dat is het begin van de IJsselinie. En toen hebben al duizenden mensen zich afgevraagd, wat een geld kost, daar heb je het, ik zeg het zelf maar, wat een geld kost. Ja, dat is voor een snel fietspad naar Nijmegen. Oh, moet dat zo hoog? Ja, nog, ja, het zal wel goed werden. En zo, ja, en zo gaat het. Hè? Exact 14 meter zoveel hoog. En die loopt door tot aan het spoor wat omhoog gaat in Nijmegen richting het station. Dan kun je ook nou nog sporen zien van schotbalkeringen en dergelijke. Dit is dus de commandobunker voor luchtartillerie. Dat is natuurlijk om alle vijandelijke aanvallen op de defensiehaven te kunnen afslaan. En daarvoor stond deze commandobunker in contact met allerlei luchtobservatieposten die zich in het oosten van Nederland bevonden. Om alvast allerlei verdachte luchtbewegingen, vliegtuigen die vanuit het oosten kwamen, om dat door te brieven naar deze commandopost, zodat deze commandopost wist dat er vijandelijke vliegtuigen in aantocht waren. En vanuit hier konden ook weer allerlei artilleriestellingen die rondom de defensiehaven stonden, en eigenlijk waar ook nog heel veel plekken van bekend zijn, waar de fundering nog van ligt, die werden vanuit hier dus eigenlijk aangestuurd en bericht dat er vliegtuigen aankwamen, waar ze waren en wanneer ze waren. Heel simpel, er zit een complete tank in het beton. En je moet rekenen dat in de oude situatie was die dijk hoger. Dat die tanks allemaal aangeaard waren. Dat ze dus trefkans nagenoeg niks. Alleen de koepel steken dan bovenuit. Je rijdt een tank neer, sloop je alles uit. Dus de motor, de versnellingsbak, alles. Hij staat op vier wielen, vier loopwielen. Daar hebben ze een bekisting omheen gemaakt. Beton opgestort. Ja, klaar is Kees. En omdat het spul alles verdedigd moest worden, dan zie je dat het perfect, ja, je moet die bomen en zo allemaal wegdenken, hè, dat hij een perfect schootsveld heeft op die doorlaat. Terwijl die bunker, als die bunker, ze kunnen kruislinks voor elkaar heen schieten, dus dat is wel voor elkaar. En de eerstvolgende is een meter of 60 verderop. Wat je hier ziet is een opstelling, de enige die nog over is van een 4-link.50 mitrailleuropstelling tegen luchtdoelen. En hierboven zie je dan een stalen vloerplaat waar die opstelling op staat. En die kan draaien. Er zit stroom en dergelijke in. Ja, dat staat hier nog. Het is jammer dat ze overwoekerd. Nou, dit bruggetje, het is nu afgebroken, maar dat liep vroeger door naar een soort eilandje. En op dat eilandje stond luchtdoelartillerie en het tankkazemat. Dat vind je aan deze kant van de rivier. En dat vind je aan de overkant van de rivier ook. En daar is die nog behoorlijk zichtbaar, dat eilandje. Aanhechtpunten van de versperringen die ze over de vier aanbrachten. Te weten een versperring tegen drijvende mijnen en een versperring tegen kampschwimmer, gevechtsduikers. Om te voorkomen dat ze die stuw zouden saboteren. En die werden dan schuin over de rivier gespannen, zodat die dingen dan door de stroom naar één kant gedwongen werden en dan werden ze onschadelijk gemaakt. Zouden ze onschadelijk gemaakt kunnen worden? Want wij moesten daar de netten die gespannen werden over de rivier, stalen netten, die waren heel dik. En die werden hele grote zware gewichten eraan hangen. En die moesten wij altijd een beetje roestvrij houden. En dat met die jongens samen. En op een gegeven moment met de oefening werden echt die netten opengespannen over de rivier. Daar had iemand uitgevonden, een staalkabel over de rivier, schuin over de rivier. En dan moest je met de stroom mee, moest je die pijldrijvers laten naar de overkant laten gaan. Maar we hebben nooit verder als de helft gehaald en dan
Toen liet we hem gaan, want dan was hij, de trekkracht van de rivier was zo groot dat we hem niet meer konden houden. Nou, dan vloog hij aan de andere kant, vlogen ze allemaal op elkaar. En dan hadden we weer een maand of zo nodig om te repareren. Dat was mooi werk. In feite is de IJsselinie nooit in werking gesteld. Behalve dan dat de spanning zo hoog werd tijdens de Cuba-crisis, dat eigenlijk alle troepen in hoogste staat van paraatheid waren. En natuurlijk ook hier in de defensiehaven. Maar het is nooit tot een feitelijke afdamming van de Rijn gekomen. Gelukkig hadden we toen in Amerika president Kennedy. En Rusland had toen Khrushchev. En die twee stonden tegenover elkaar. Toen zijn er enorme tumults geweest in de Verenigde Naties. En Khrushchev, die stond erom bekend dat wanneer hij in zijn redenvoeringen niet onmiddellijk zijn zin kreeg, dan pakte hij eerst een schoen en dan begon hij als een hek te hameren met die schoen, hè, om zijn aandacht te krijgen enzovoort enzovoort. Het was helemaal niet zeker dat Khrushchev overstag zou gaan. Ook Kennedy had daar geen garantie van. Het was echt afwachten. En we hadden thuis, en dat was ook de opdracht aan alle militairen, de voorbereidingen treffen. Hè? Bij je vrouw, bij mami, bij de kindjes, bij die en bij dat. Hè? Dat ze, nou ja, in uiterste geval een rekening zou mee moeten houden dat papi niet meer thuis kwam. Ik kwam van huis en ik belde me bij de poort en ik moest mijn toegangswijs zien. En ik ben aan de overkant gevaren en ik kwam daar en ik werd verteld van je gaat nu de bunker in, klaar. Er werd thuis een berichtje achtergelaten dat ik voorlopig niet thuis kwam. Ik moest in die bunker en in die bunker blijven, 4 dagen lang. Dat is niet leuk hoor. Nee. Niemand mocht het weten. Want men had bij Lent dat Kherson ingevaren en ook bij Meinerswijk ingevaren. Dus het water kwam al aardig hoog. Toen hebben ze de sluizen in de afsluitdijk en Kornwerderzand hebben ze op een kier gezet. Hè? En toen werd het zichtbaar. En de boeren tussen de kop van Overijssel en tot Zutphen toe ongeveer, die doen hun werk op het land. En dan zien ze, wat is daar? Een plas water, hoe kan dat nou? Een droog weiland. Hoe kan dat? En zo ging dat maar. En toen hebben ze de waterschappen, hebben ze suf gebeld. Wat zijn jullie aan het doen? Want die hebben het gedaan met de genieofficieren. Die wisten tot de centimeter hoe en wanneer enzovoort enzovoort. In 1964 is het besluit genomen dat de IJssellinie eigenlijk opgeheven kon worden. Omdat er een verdedigingslinie was bij IJzeren Gordijn, dus eigenlijk bij Duitsland. En ook omdat het in stand houden van deze IJssellinie ook iets van 2,5 miljoen gulden per jaar kostte. Dus dat zijn ook behoorlijke bedragen. Dus in 1964, 14 jaar nadat het hier is aangelegd, zijn grote delen van de IJssellinie hier ook ontmanteld. En vooral wat je hier aan de achterkant kunt zien, is de zuidelijke oever van de Rijn, waar eigenlijk ook een behoorlijke betonconstructie stond, waartussen dus dat Kherson kon worden geplaatst. Nou, dat is eigenlijk helemaal verdwenen, omdat het een belemmering ook zou vormen voor de scheepvaart. Dus dat is eigenlijk gelijk opgeruimd. Die oude bunker, die hebben wij helemaal gaten geboord. En dat deed ik met mijn ploeg daar naartoe. En ik was dan wel schipper, maar wij waren van plan de C&D, wij ruimden alles op. Hè. Die bunker die wordt opgeblazen, die wordt hier, wordt daar opgeblazen. En daaronder, deze, daar zie je een hoop
ijzer liggen. Ja, dat is diezelfde bunker die hier opgeblazen wordt. En dat moesten we er allemaal uithalen, want dat ijzer, dat moest naar domeinen, dat moest betaald worden. Dat was geld waard. Omdat ik springstofdeskundige was, heb ik langs de Maas bunkers opgeblazen. We hebben de zendmast in Kootwijk opgeblazen. Ik had hartstikke leuk werk. Die anderen die moesten hard werken, want die moesten met beton boren, moesten ze gaten erin boren. Ik hoefde alleen maar een beetje trotiel erin te stoppen en te laten springen. Dus, en dan was die, met die bunkers precies hetzelfde. Normaal mocht je in Nederland 12 kilo trotiel springen, dat was het maximum. Maar dan kreeg je geen bunker mee kapot. Dus hadden we voor uitzondering 20 kilo en dat zetten we dan in de bunker. En dan werd de ontsteking werd naar buiten geleid. En dan werd de bunker afgedicht, gevuld met water. En dan lieten we hem springen op een afstandje. Nou, en dan mochten die anderen weer de beton opruimen. Ik had mooi werk. Ik zeg, wat bedoel jij? Hij zegt, nou ja, die bunkers. Ik zeg, er zijn geen bunkers meer. Jawel, zegt hij. Ik zei, nee, ik heb ze zelf afgebroken. Wat wil je nou? Dat weet ik toch wel. Nou, dat heb je niet goed gedaan, zegt hij. Ja, wat nou? Dus ik een maand of wat later daar kijken. En inderdaad, daar waren bunkers. Maar van die bunkers wist ik niet. Heb ik nooit geweten toen. Alleen toen heb ik bedacht van ja, die bunkers van jullie is wel leuk. Maar dat is niet waar het om ging. Het ging om die pijlerdammen met het caisson en de... daaromheen. En toen heb ik bedacht, ik ga het maken in 3D. Niet omdat een ander het niet zou kunnen. Een professional zou het ook kunnen, tuurlijk. Alleen, die weet niet wat hij maken moet. Ik weet wat ik maken moet, omdat ik daar was. Ik heb het afstaan breken. Nou ja, dat kan ik net zo goed zelf doen. In feite zijn wij natuurlijk de verhalenvertellers. Wij proberen bij projectontwikkelaars het verhaal van het gebied te vertellen. We proberen dat verhaal van het gebied je doorontwikkeling. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat op termijn, dat op die hele defensiehaven met eigenlijk alle objecten die daar omheen bij horen, dat het kan worden aangewezen als rijksmonument. Dan zou het natuurlijk interessant zijn van ja, oké, dan heb je iets beschermd, maar wat dan? Kun je er dan nog iets mee of is het alleen maar beschermen om het beschermen? Maar wat je daarna zou kunnen doen is natuurlijk dat je het zou kunnen gaan hergebruiken en programmeren. Bijvoorbeeld door bijvoorbeeld horeca in onder te brengen. Wat ook nog eens een keer ooit is voorgesteld is dat je daar eventueel ook een voetveer kunt maken. Juist op die plek, vanuit de Defensiehaven naar Mijnenswijk. Ja, en dat maakt het verhaal helemaal compleet, omdat je aan de overkant natuurlijk in Mijnenswijk ook heel veel objecten hebt die ook gewoon onderdeel uitmaken van die IJssellinie. Een droom van mij zou nog zijn, denk ik, dat we misschien over een paar jaar daar op het terras kunnen zitten aan de Rijn met een biertje. En dat we dan uit volle borst het pontonierslied kunnen zien. Kennen jullie dat? Nou, dat moeten we natuurlijk echt even... Nee, dat ken ik niet. Nee? Kunt u het zingen? Ik kan het wel zingen, ja. Oké. We zijn de mineurs van het Nederlandse leger en onze naam is overal bekend. Non de ju en iedereen die mag het weten. We zijn de mineurs van het Nederlandse leger en voor de land van het land. En waar kom jij zo laat vandaan? Hier zij uw naam, hier zij uw naam. O dronken Pontonie, en waar kom jij zo laat vandaan? Hier zij uw naam. Halleluja, halleluja. Is er nog redding voor u? Ja, 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 ja. Dus hij roept u voor het korps.